Goedemorgen, het is vandaag zondag en het plan was vanochtend om eigenlijk te gaan sporten. Maar ik werd wakker met knallende hoofdpijn, dus dat heb ik niet gedaan. Wel hebben we gezamenlijk ontbeten en zijn we begonnen aan een kerstfilm. Ik ga zo goed op van die cringy voorspelbare kerstfilms. Ik weet niet wat het is, het is echt gewoon mijn guilty pleasure. We gaan hem nu even... Milo. En Milo moet eigenlijk slapen, alleen hij maakte veel te veel geluid. Hij is het er niet mee eens. Maar wij gaan even de kerstfilm afkijken. Heerlijk. Het is weer adventkalendertijd. Dit is de derde, toch? Snuffel, snuffel. Poot? Ik ga even koffie maken in onze prachtige koffiecorner. Maar sinds kort heb ik deze melk ontdekt. Dit is de Oatly Vanille smaak. En hij is zo lekker. Ik heb hem gisteren voor het eerst genomen. En normaal gesproken neem ik vanille siroop in mijn koffies en in mijn matcha's. Maar als je dit hebt, dan hoeft dat niet. Dus ik ga nu... Gisteren had ik een matcha. En nu ga ik koffie maken met vanille. Cheers! Dit is een combinatie van vanillemelk, koffie en een beetje cacao. Niet verkeerd. Soms weet ik gewoon niet wat ik met mijn haar moet. Ik wil het lang houden, want ik had het begin dit jaar korter geknipt. Echt een beetje schouderlengte, misschien iets langer dan schouderlengte. Alleen dat... is niet helemaal mijn vibe. Ik vind lang haar meer Sabrina. Alleen ik weet nooit zo goed wat ik met de voorkant moet. Ik hou ervan om iets van plukjes in mijn gezicht te hebben. Qua look vind ik het heel erg mooi. Alleen het is niet heel erg praktisch. En ik ben een persoon die van praktische dingen houdt. En ik ben de laatste tijd ook wel weg van zeg maar curls and bangs of van die lokken. Alleen... weet ik niet zo goed of ik dat ook daadwerkelijk zo moet knippen. Of dat ik er gewoon voor kies om zelf het vast te zetten. Wat ik nu altijd doe. Misschien dat ik dan begin het nieuwe jaar weer eens naar de kapper ga om het bij te knippen. Maar I don't know. En ik krul mijn haar regelmatig. Ik denk dat ik van mezelf, ik heb van mezelf wavy hair. Niet per se echt krullen, maar wel een goede slag. Maar ik weet het niet zo goed wat ik allemaal met mijn haar moet. Want als ik het doorborstel, dan is het een en al pluizig. Dus ik ben een beetje aan het zoeken van wat ik het beste met mijn haar kan doen. Nu ik toch hier in de badkamer sta, ga ik denk ik een klein beetje opruimen. Want ik heb wat prulletjes die weg kunnen. En ook wat items die ik moet uitzoeken. We hebben hier een aantal van mijn sieraden. Ik mag dit ook al eventjes gaan schoonmaken. Hier heb ik wat oorbellen. Normaal gesproken heb ik hier ook mijn dagelijkse ringen. Ik heb hier een ketting die helemaal verkleurd is. Ik moet echt met mezelf afspreken dat ik nooit meer crappy sieraden ga kopen. Die ik na een paar keer dragen eigenlijk al weg kan gooien. Ik heb deze al een tijdje. Al is hij al best wel aan het verkleuren. Aan de ene kant wil ik hem nog houden. Maar aan de andere kant wil ik hem... wegdoen. In deze la heb ik al mijn make-up producten en het lukt me gewoon niet om dit georganiseerd te houden. Deze kant is van mij en de andere kant is van Rits. Maar ik heb hier een toilettas en eigenlijk wil ik hier mijn dagelijkse make-up in bewaren, want dan kan ik het ook makkelijk verplaatsen. Soms doe ik mijn make-up in de woonkamer of in de slaapkamer, dus ik doe het niet altijd hier in de badkamer. Dus eigenlijk wil ik dit zo georganiseerd mogelijk houden. En dit mag wel een beetje messy blijven. En ik moet zeggen dat ik een relatieve minimalistische make-up stash heb. Ik vind het zonde om make-up producten te hebben die ik nooit gebruik. Aan de ene kant ben ik heel goed in dingen wegdoen. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel lastig om afscheid te nemen van bepaalde items. Dus bijvoorbeeld dingen die ik nooit gebruik. Maar ik denk, ja prima, weet je, het gaat wel weg. Want ik pak het toch nooit. Maar bepaalde dingen waarvan ik denk, oké,
Ik gebruik het wel. Ik vind het wel een fijn product. Maar ook weer. Ja, zeg maar, wanneer ik twijfel, vind ik het juist moeilijk om dingen weg te doen. Dat klinkt heel onlogisch. Zo heb ik bijvoorbeeld jarenlang deze Dip Brows van Anastasia in twee verschillende kleuren. Soft Brown en Medium Brown. Ik gebruik het, want ik vind het hele fijn producten. Alleen eigenlijk zijn ze stiekem over datum. Maar dan kan ik daar dus geen afscheid van nemen. Omdat ik denk, ja, het zijn dure producten. Ik maak er nog steeds gebruik van. Maar eigenlijk zijn ze niet meer goed. Ik heb er dus twee. Dus ik ga even testen welke het beste nu bij mij past. En dan bewaar ik er één en doe ik die andere weg. Ik ben een beetje aan het twijfelen. Want in eerste instantie wilde ik alles in mijn toilettasje stoppen. Maar nu zit ik erover na te denken om het misschien gewoon wel in de lade te doen. Alleen dan wordt het even puzzelen. Het is niet helemaal satisfying ingedeeld. Lukte kreeg het niet beter dan dit. Maar het heeft allemaal een plekje op dit moment. En dat is wat belangrijk is. Niet veel, maar dit gaat er voor nu weg. De zondag is voorbij gevlogen. Vandaag kwamen vrienden langs. Dus daar waren we de hele middag mee. Even lekker hapjes gegeten. En hun hond was ook hier. Mila, echt super cute. Mila en Milo. Ze gingen heel goed samen. Dit was de eerste keer dat er een andere hond hier bij ons thuis was. Het waren echt twee terrorbeesten op een goede manier. Ze vonden het heel leuk met elkaar. Het was gewoon heel energiek. En het was intensief. Dit was de eerste doggy playdate en ik moet zeggen dat het zwaar is, maar wel heel erg leuk. Het bevalt wel, dus het voelt gewoon heel erg burgerlijk, volwassen. Ja, het was een hele fijne dag. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben de ochtend goed begonnen, want ik ben namelijk bezig sporten. Was eventjes vermoeiend, want ik, to be honest, wilde ik vanochtend niet. Maar toen ik eenmaal bij de sportschool was, was er geen stroom. En het was best wel druk, dus heel veel mensen moesten in het donker gaan gymmen. Niet heel erg verantwoord, heel veel zaklampjes werden gebruikt. Zeg maar natuurlijk gewoon zaklampjes. Uiteindelijk ging het licht weer aan, dus dat scheelde wel. Ik heb me klaargemaakt voor de dag, Milo uitgelaten. Natuurlijk de adventkalender van Milo kwam aan bod en gaan zo ontbijten en daarna gaan we saampjes naar werk. Wat vind je ervan dat we samen naar werk gaan? Nice. Efficiënt, ook met Milo. Zeker. Milo gaat ook weer mee. Maar ja. Hoeft niemand thuis te blijven? Nee, dat scheelt. Tijd om te gaan avondeten. We hebben heerlijk een pasta gemaakt met rode saus, verse basilicum erop, tomaat en mozzarella. Dus deze combinatie heb ik nog nooit eerder gehad, maar ik denk dat het wel is. Je hebt je eigen eten, vriend. En we hebben ook nog een broodje met dipjes nog van gisteren. Dus een hele fijne maaltijd. Ondanks dat het pas begin december is, ben ik alvast bezig met het inpakken van een aantal cadeautjes. Ik denk dat ik gedurende de maand vaker zal inpakken. Maar dat laat ik alvast een begin maken. Dus dat heb ik gedaan. En ik denk dat ik de rest van de avond gewoon een beetje ga chillen. Want na een werkdag heb ik vrij weinig energie.
Goedemorgen, het is vandaag 5 december en we vieren geen Sinterklaas. Het is alweer een tijdje geleden dat ik Sinterklaas heb gevierd, maar we gaan niks doen. We hebben wel cadeautjes, toch? Zullen we dat vanavond doen? Een cadeautje, één cadeautje voor elkaar. We zitten nu aan het ontbijt. Ik heb mijn guilty pleasure een broodje hagelslag. Niet per se het gezondste, maar wel heel erg lekker. En ik heb matcha latte gemaakt. Dus ik ga dit even consumeren en dan ga ik naar werk. Zoals iedere dag is de dag weer voorbij gevlogen. Ik had een intensieve maar productieve dag vandaag. Dus dat was wel enorm fijn. Ook lekker gegeten op werk. Toen ik thuis kwam, ging Rits koken. Dat was ook heel erg lekker. We hadden wraps met kip. Dus dat was heel nice. En vandaag is het officieel Sinterklaas pakjesavond. Ik doe daar niks mee. Echt al jaren niet meer. Voorheen deden we een Sinterklaasbal met mijn familie. Maar dat is niet meer voortgezet. Dus eigenlijk vergeet ik elke keer dat Sinterklaas, zeg maar, die traditie bestaat. Maar om het toch nog soort van te vieren, hebben Rits en ik wel een cadeautje voor elkaar. Dus die gaan we straks aan elkaar overhandigen. We weten heel goed wat we elkaar hebben gegeven. Ja, maar het is soms echt leuk om elkaar te verrassen met iets. Het gaat uiteindelijk om het gebaar. En we hebben kruidnoten. Dus als toetje nemen we dat. En dat is onze Sinterklaas. We hebben drie opties, namelijk de originele, gemengde en de truffel. Ik denk dat mijn voorkeur uitgaat naar de truffel. Want de gemengde vind ik op zich ook wel lekker. Maar ik weet niet, die neem ik altijd standaard. Dus we gaan voor die. We hebben geen cadeautje voor jou, mama. Wil jij je cadeautje, meneer? Ja, graag, mevrouw. Lekker vol meel. Niet voor jou, Milo. Maak maar open, Milo. Nieuwsgierig aagje. Oh. Oh. Ik ben mama liggen. Oh, wat is dit, Milo? Oh. Tip voor je partner. Ja. Yeah. Oh, sorry. Huidverzorging. Soms vergeten mannen hun huid te verzorgen. Dit gebruikt ook mijn micellair water. Klopt. Ja, maar dit product is heel fijn. Thank you. Alsjeblieft. Wil jij jouw productje, mevrouw? Graag. Wat zal het zijn? Hij heeft een cadeautje ook. Mm-hmm. Ik denk dat alles voor hem is. Het zijn kwasten. 5, 6, 7, 8 make-up kwasten. En volgens mij is het eigenlijk alles wat je nodig hebt voor je dagelijks make-up. Dus geen onnodige kwasten meer. Thank you. Milo wil ook de make-up kwasten. Ja. Milo wil ook de make-up in. Oh nee, dat gaan we niet doen. Het wordt tijd om deze vlog af te sluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende. Doei doei. En doei doei van Milo. En hij bijt in mijn arm. En dat is niet de bedoeling. Tijd om te slapen, meneer.